Vandaag heb ik voor jullie een stash video, namelijk een parfum stash. Daar hadden jullie vraag naar gedaan en ik vond het eigenlijk wel leuk, want het is al super lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. En er zijn er een paar bijgekomen, er zijn er een paar weg omdat ik er heb opgemaakt. Dus laten we beginnen. De eerste parfum die ik op dit moment ook dagelijks gebruik, dat weten jullie waarschijnlijk als je mijn Everyday Makeup Routine hebt gezien, is deze van Disney. I know, super kinderachtig. Ik vind het zelf ook echt heel belachelijk. Maar ik heb hem al zo lang, dus ik denk ik moet deze gewoon opmaken. Het voordeel hieraan is dat hij super lekker ruikt. Ik ben heel slecht in geuren beschrijven, daarom dat ik eigenlijk bijna nooit een parfumstash opneem, omdat ik het dan eigenlijk zonde vind, omdat ik bijna geen geuren kan beschrijven. Maar deze ruikt een beetje zoetig, fruitachtig. Ja, in ieder geval heel erg lekker. En deze ben ik dus dagelijks aan het gebruiken. Ik denk dat je dit zelfs in de Zeeman kan kopen of in de Vibra. Ik zou het niet weten. Ik weet zelf ook niet van waar deze komt. Want ik heb hem eens gekregen met mijn verjaardag toen ik klein was. Dus ja, dit is mijn eerste parfum. De volgende die ik heb is een klein flesje van Yves Rocher. En dit is een kokosnotgeur. Ik denk niet dat ik deze geur hoef te beschrijven. Het is gewoon kokosnot. En dit ruikt zo lekker. Ik hou echt van kokosgeur. Ik vind het niet lekker om te eten, maar ik vind de geuren in douchegels, in parfums, in shampoos echt zo lekker. Dus deze kan ik echt aanraden en is dus van de Yves Rocher. De volgende die ik heb is van de Action. Is lekkere budgetproof. Is deze van Lola Color Forbidden Love Eau de Parfum. En deze ruikt heel erg lekker. Hij ruikt... ook iets sterker, meer een avondgeur zou ik zeggen. Ik zal hem even de dop spuiten, dan kan ik hem beter ruiken. Hij is wel heel fris, heel luchtig. Maar toch ook weer aan de sterke kant. Het is een beetje dubbel, een dubbele geur. Maar hij is wel super lekker en hij is nu nog steeds te koop in de Action voor 2,50 denk ik. Het is echt een heerlijke geur en die ik regelmatig draag. De volgende die ik heb is van Essence, Like a Girl's Night Out. Ik weet niet of deze nog is, ik denk het niet. Hij ruikt ook heel erg lekker. Deze ruikt heel zoet en sterk, dus het is een sterke zoete geur. Ik vind hem heel lekker, maar hier moet je wel van houden denk ik. En ik vind hem gewoon heel erg lekker. En ja, ik draag hem ook wel vaak. En dan heb ik ook nog een kleine variant van Essence, dat had ik eens met Kerstmis gekregen. Dus het is ook Like a Girl's Night Out, hij ruikt dus uiteraard hetzelfde. En die kan je dus in je handtas stoppen om mee te nemen en dan eventueel bij te spuiten. Dan, een van mijn favoriete parfums is deze van Justin Bieber. Ik ben geen fan van Justin Bieber. Sorry voor al de believers, of hoe zeg je dat. Maar ik ben er geen fan van, maar zijn parfum vind ik echt geweldig. En deze ruikt ook lekker zoet. Ja, wow, wat een beschrijving ook. Zoet, sterk, luchtig, fris. Ik denk dat de meeste meisjes deze parfum al hebben. Ik kan hem echt aanraden. Hij is super lekker. En ik vind de flacon ook echt geweldig. Gewoon het omhulsel en het flesje zelf. Echt een top parfum. En ik denk dat ik deze wel opnieuw ga kopen als die op is. Ik weet eigenlijk niet of die nog is. Ik hoop van wel, want ik vind hem echt lekker. Dan heb ik twee dezelfde parfums van Essence, Like a New Love. Want ik wou eigenlijk hier de grote variant van. Maar die was niet meer. Dus heb ik twee kleintjes gekocht. Voor ongeveer dezelfde hoeveelheid te hebben. En dat is deze. Die heb ik nog niet vaak gebruikt, zoals je kan zien. Omdat ze echt heel achteraan staan en ik pak sneller een parfum die vooraan staat. En dan zeker de parfum die in mijn everyday bakje zit. Deze ruikt heel fris, niet echt zoet. Het is echt een frisse geur, luchtig. Dus echt geschikt voor naar school bijvoorbeeld. En sowieso al als je een geur te sterk vindt, kan je het ook gewoon in de lucht spuiten en er doorheen lopen. Dan is de geur ook echt heel subtiel. Dus ja, deze vind ik echt heel erg lekker ruiken. En die heb ik dus twee keer. En de laatste parfum is echt een super sterke geur. Dat draai ik alleen als ik wegga. Is van Ciento Rose. Ja, I don't know hoe je dit uitspreekt. Maar dit vind ik een hele mooie flacon. Het is precies zo'n appel ongeveer. Ik vind dat het op een appel lijkt. Ik weet niet wat ik moet voorstellen. En deze is super sterk. Ik vind hem heel lekker ruiken, maar hier moet je wel van houden. En dit is echt een typische avondgeur. Ik vind dat je het ook gewoon aan het flesje ziet. Dat heb ik soms met parfum, dat je het gewoon ziet aan de fles of dat een avond- of een daggeur is. En deze is dus duidelijk een avondgeur. Hij ruikt wel super lekker, maar is echt sterk. En ik heb hem al vaak gebruikt, zoals je kan zien. Dit waren al mijn parfums. Het waren er niet heel veel, maar ik ben gewoon blij met de parfums die ik heb. Want ik vind ze gewoon lekker ruiken. En ik draag ook regelmatig parfum. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!